Deze oogcreme heeft dus het wonderingrediënt van Dr. Oz, astaxanthine. Ik zal even laten zien. Het is een klein bordje, 15 milliliter. En ondanks dat astaxanthine kleur geeft aan bijvoorbeeld groenten en fruit, is deze crème helemaal wit. Het is een vrij harde crème, dus je pakt niet in één keer superveel. Hij is helemaal wit dus. Maar wat fijn is, is dat hij heel snel intrekt. Dus ik heb net een beetje gepakt en eigenlijk binnen een paar seconden is het ingetrokken. Ik ben moe en heb een onderbroken nacht gehad. En dat zie je altijd gelijk heel snel in mijn gezicht. Ik ben ook niet de enige hoor bij wie dat zo is. Maar ik krijg dan vrij snel donkere wallen. En astaxanthine helpt hier tegen. Dus ik ga nu de oogcreme onder mijn ogen smeren. En ik zal laten zien wat voor effect het heeft. Oogcreme breng je aan op de harde delen rondom je oog. Dus ik doe dat het hier, gelijk lekker ook over die donkere wallen heen. Dus rondom je oog. En ik vind het ook fijn voor de frisheid om het ook nog even hier bij mijn oog te smeren. Maar dat is meer mijn eigen voorkeur dan dat het noodzakelijk is. En bij mijn andere oog. Dus hier is het. Je voelt zelf rondom je oog waar het hard is. En dat voorkomt ook gelijk dat je zo'n filter op je oog krijgt. Want als je het echt heel dicht bij je ogen smeert, dan heb je vaak zo'n last van zo'n waas over je ogen, omdat de crème in je ogen zit. En dat is echt onhandig. Nou, zoals jullie kunnen zien is de crème echt super snel ingetrokken. Het voelt fris. Het voelt zacht. Je hebt echt wel crème op je ogen gesmeerd. En ik ga jullie laten zien wat de crème voor mijn ogen doet. Natuurlijk met wat slaap. Want dat is het allerbelangrijkste om van die kringen af te komen. Maar astaxanthine is ook echt goed voor de doorbloeding om je ogen. Ik vind dus dat je aan het uiterlijk van dit product kunt zien dat het een biologisch merk is. Vanwege het groen en het wit en ook de naam, weet je, Emergency Scientific Organics zegt al genoeg. Maar wat fijn is aan dit product is dat het eigenlijk dus 100% natuurlijk is. Vrij van parabenen en geur- en kleurstoffen. En dat het daardoor heel erg geschikt is voor mensen die allergisch zijn. Want je ziet toch wel dat heel veel mensen daar gelijk met een gevoelige huid toch best heftig op reageren. Nou, goedemorgen. Ik gebruik de oogcreme met astaxanthine nu een week. En ik blijf fan omdat het enorme verzachting geeft van je huid. En ik ook een beetje het gevoel heb dat ik iets minder donkere kringen heb. Maar ja, dat kan natuurlijk ook gewoon weer verbeelding zijn. Dat ik het gewoon vanuit het diepste van mijn hart hoop dat die dingen weggaan. Ik hou jullie over een week weer op de hoogte. Het is nu 's avonds laat en met iedere laatste poging energie die ik nog in me had, heb ik mijn gezicht gereinigd. En de Emergency oogcreme, Highlight Cream, is ook super geschikt voor 's nachts. Dus ik ga hem nu nog even opsmeren voor het slapen gaan. Een van de commentaren van oogcreme is dat het altijd zo klein is en zo duur. Nou, ik gebruik het nu al bijna 2 weken. En ik heb wel wat gebruikt, maar er zit echt nog genoeg in het potje voor een paar maanden. Ik smeer nu 2 weken met de astaxanthine oogcreme, die emergency oogcreme. En wat ik vind is dat mijn huid allereerst echt heel zacht is. Maar dat samen natuurlijk met wat slaap, laten we wel wezen. De donkere kringen zijn verminderd en dan had ik niet echt last van wallen hoor. Dus daar kan ik niks over zeggen. En ik moet nu toch toegeven dat ik een beetje nerveus word van het feit dat dat potje dus ooit opgaat. Want ik ben net als Dr. Oz fan van astaxanthine.